Hoi, wat leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Mag je me niet kennen? Mijn naam is Jorieke en ik maak op dit kanaal video's in de thema's huishoudelijk, mama en meer. En vandaag heb ik een voorjaarsschoonmaakvlog voor je. En vooral ook in de tuin, want ik heb de vorige keren ook al met name wat dingen in huis laten zien. Dus ik dacht, hoe leuk is het om ook een keer een beetje de tuin voorjaarsproof te maken. Dus daarmee ga ik aan de slag. Vind je dat leuk om te zien? Kijk dan gezellig met me mee. En om lekker aan de slag te kunnen in de tuin heb ik het een en ander nodig. Ik heb een pakje binnengekregen en dat ga ik je even als eerste laten zien. Dat is namelijk dit hele grote pakket van Hughem en die ga ik nu met je unboxen. Want deze video is in samenwerking met Hughem. Ik heb een aantal producten bij hen uitgezocht en daarmee ga ik lekker aan de schoonmaak. Ik ben even weggezitten, want dat is net iets makkelijker. Het eerste product kun je natuurlijk al een beetje zien. Dat is een hele mooie steel. En daar hoort wat bij. En ik denk dat dat in deze doos zit. Deze doos komt er vervolgens in. En dit lijkt me qua grootte goed. Ja, kijk. Hier zit een borstel in. En die hoort dus aan die steel. Die zal ik straks even in elkaar zetten. En daarmee kun je de bovenkant van de auto heel makkelijk schoonmaken. Kijk, en daar hoort dan deze bij. Zo, de knijten ze zich zwaar. Dit is een behoorlijke verpakking, autowas shampoo. Maar die kun je op heel veel verschillende manieren gebruiken. Je kunt er natuurlijk de auto mee wassen. Dat ga ik niet helemaal in deze video laten zien. Kijk, er zit ook nog een andere borstel in. Die had ik nog helemaal niet gezien. Die zat er ook nog naast. Dit is een beetje dezelfde soort borstel. Had ik niet helemaal begrepen dat ik die er ook bij kreeg. Maar deze zal ook voor de auto zijn, denk ik. Want nou ja, dit voelt helemaal hetzelfde. Dat is eigenlijk best wel handig, ook voor de ramen en zo. Lijkt me ideaal. En dan het product wat je het meest voorbij gaat zien komen in deze vlag. En dat is deze. Dat is de groene aanslagverwijderaar. En daarmee ga ik lekker aan de slag, want dit is een belangrijk onderdeel van de lente schoonmaak. Want onze tuin is namelijk echt wel even toe aan een opfrisbeurt. Niet alleen qua schoonmaken van de groene aanslag, maar ook we hebben nog een oude zandbak te staan van de kinderen. Die ja, is heel leuk. We hebben die hier neergezet toen we hier zijn gaan wonen. Wij wonen hier nu bijna 6 jaar, dus dat is al best wel lang. En die zandbak die is gewoon wel echt vergaan. Wat overigens helemaal niet erg is, want onze kinderen worden inmiddels natuurlijk ook vrij groot ervoor. Dus die spelen daar toch al nauwelijks meer in. Dus ik ga die binnenkort weg doen. Maar in ieder geval moet dat dus lekker schoon geboend worden. En ook de groene aanslag verwijderd worden. En nou ja, verder willen we ook nog graag het een en ander veranderen qua planten in onze tuin. Want die staan er dus ook al bijna 6 jaar in inmiddels. En ja, daar is gewoon wel het een en ander wat niet zo heel mooi mee is. Wat niet zo goed groeit. We hebben bijvoorbeeld een boom. Hier staan, die, dat is een Japanse esdoorn en die groeit gewoon eigenlijk helemaal niet goed omdat hij in de schaduw staat. Doordat er een overkapping bij gebouwd is. En ja, dat is gewoon heel jammer, dus die doet het niet heel goed. Die gaat wellicht naar mijn vader en mijn moeder in hun tuin. En we willen dan nog een aantal planten verplaatsen. Ik ga dat overigens niet helemaal laten zien, maar nu met deze beelden heb je wel een beeld gekregen hoe onze tuin er ongeveer uitziet. Die vraag had ik ook gekregen. Dat is wel leuk, want ik vraag af en toe natuurlijk om ideetjes voor video's. En toen kreeg ik ook van meer mensen ook berichtjes van, oh, ja, kun je ook een keer een voorjaarsschoonmaak doen of wil je een keer je tuin laten zien. Dat laat ik eigenlijk niet zo heel vaak zien, maar ik dacht het is wel leuk om dat een keertje wel te doen. En nou ja, even lekker dat allemaal aan kant te maken, want dat is wel echt iets wat wij elk jaar rond deze tijd doen. Michael gaat ook nog verticuteren bijvoorbeeld. Dus ik laat straks aan het einde van deze video ook even helemaal zien nou ja, hoe de tuin nou geworden is. Tenminste voor dat moment. En ik ga dus lekker aan de poets. En dat laat ik je lekker allemaal zien. Maar daarvoor moet het wel wat mooier weer zijn. Het is nu een beetje wisselvallig. Dus dat doe ik op een later moment voor mij nu. Maar dat ga jij zo zien. En als je nou heel benieuwd bent hoe ik deze ga gebruiken. Blijf dan ook vooral even kijken. Want dit ga ik dus op verschillende manieren ook toepassen in deze vlog. Het is inmiddels zaterdag en we gaan lekker aan de slag in de tuin. Het is nog niet zo heel mooi weer, maar wel droog. Dus lekker tijd om met de plantjes aan de slag te gaan. Michael doet het zeergras en ik ga met de bakken bezig. Of de borders, of hoe noem je die dingen. Maar in ieder geval waar de planten in staan. Ik ga de 3 grote aanpakken in deze video. En de tussenliggende stukken die komen later, want dat is nog wel even wat meer werk. Ik begin met het uithalen van verschillende planten die weg mogen, die niet meer goed groeien of gewoon überhaupt dood zijn. En daarna ga ik het een en ander verplaatsen. Dus dat laat ik je lekker zien in deze video. Deze siergrasachtige plant, ik weet niet hoe hij heet, deze heeft hovenier destijds ingezet. En daar horen van die paarse pluimpjes in te gaan groeien met een soort van ja, bloemetjes aan. Het zijn niet echt bloemen, het zijn meer knopjes.
Maar die doet het al 2 jaar zeker niet meer goed. Ik denk omdat ze te dicht op elkaar staan. En met het uithalen kom ik er ook achter dat het echt onwijs veel wattels heeft. En heel moeilijk eruit gaat. Dus ik heb besloten er een aantal goede hiervan te bewaren. En ook op verschillende plekken neer te zetten. En een aantal die gewoon echt niet mooi meer zijn, die gaan weg. Inmiddels is de zandbak uit elkaar zoals je kunt zien en heb ik dus hier het nodige aan planten eruit gehaald. En ook hier het een en ander eruit gehaald. Die 2 voor het boompje blijven staan, die heb ik niet verplaatst en die hier vooraan die gaat in de auto zoals wij dat hier noemen. Zo, het is woensdagochtend. Ik heb de kinderen naar school gebracht en ik heb niet heel veel tijd vandaag, maar het is nu mooi weer. En het blijft morgen ook nog droog en als het goed is ook een beetje zonnig. En dat is uitstekend weer om de groene aanslagreiniger aan te brengen. Op de tegels, want dan is het fijnst als het niet regent. En ik zag dat het volgende week weer minder weer wordt. Dus ik heb besloten om toch aan de slag te gaan en nu de groene aanslagreiniger op de tegels aan te brengen. Dat ga ik niet doen met de vernevelaar. Ik heb het op een klein stukje al geprobeerd met een vrij grote plantenspuit. Maar dat duurt best wel heel erg lang voordat ik dat dan zo'n grote oppervlak goed schoon heb. Dus ik heb besloten om te beginnen en dat gewoon in een emmer te doen met water en dan met een bezem aan te brengen. Dat heb ik ook wel eens met natuurazijn gedaan. Dus dat ga ik nu ook zo doen en volgens mij moet dat ook heel goed kunnen. Dus dan neem ik je lekker in mee. Dan nog even over Hughum, want ik kan me heel goed voorstellen dat je er nog nooit van hebt gehoord. Hughum staat voor effectief gebruiksgemak en goedkoopste van de Benelux, zoals je al wel op de doos hebt kunnen zien waarschijnlijk. Ze hebben producten die dus gemaakt zijn voor professioneel gebruik en ontwikkeld zijn voor het werken in de industrie. Maar dit dus nu ook voor consumenten beschikbaar gemaakt. Je kunt het dus bijvoorbeeld ook gewoon op bol.com kopen. Super handig als je mij vraagt. En ze zijn zo goedkoop doordat ze dus in grotere aantallen inkopen en ook in grotere verpakkingen handelen. En daardoor zijn de prijzen lager en dat is natuurlijk voor iedereen fijn. En zoals je weet, daar ben ik ook wel van. En voor deze groene aanslagreiniger is het eigenlijk ideaal dat het zo'n grote verpakking is, want dan kun je er natuurlijk veel langer mee. En daar heb je natuurlijk ook veel meer van nodig. Dus op het moment dat ik nu hiermee aan de slag ben, maak ik natuurlijk niet deze hele verpakking op. En dat hoeft ook niet. Maar die kan ik gewoon bewaren voor een later gebruik. En zo heb ik natuurlijk dus wel een product waar ik lang mee kan. En voor een voordelige prijs. En daar hou ik altijd wel van. En dan is het nu tijd om ook het terras te doen voor. Dus dan moet natuurlijk even alles aan de kant. Dan maak ik het even vrij, zodat ik daarna ook dit hele terras nog kan insmeren, zou ik haar zeggen. Het aanbrengen van de groene aanslagreiniger met de bezem gaat eigenlijk heel simpel. Gaat echt heel makkelijk. Ik heb dus eigenlijk een iets te grote bezem, of eigenlijk een te kleine emmer. Het is maar net hoe je het bekijkt. Maar hij paste net niet helemaal lekker in, dus dat was een beetje onhandig. Maar mijn emmers had ik allemaal meegegeven aan mijn vader op deze naam. Want mijn vader heeft het zandbakzand meegenomen. Dus die emmers krijg ik nog wel weer terug. Maar ik moest het even met deze doen. Het ging heel eenvoudig en eigenlijk ook heel erg snel. Want in totaal was ik met deze 2 stukjes... met een minuut of 6 was ik klaar. Dat ging echt mega snel. Dus dat is heel fijn. Ik ben klaar met dit deel van de bestrating. Ik heb 1 deel nu niet gedaan, zodat ik zo meteen goed het verschil kan laten zien. Zojuist heb ik ook de plantenspuit gevuld en ga ik nog een deel van de bakken doen. Dat zal ik je zo even laten zien. Maar ik zal ook even laten zien welk deel ik dus nu gedaan heb. Dan kun je straks in het vervolg nog het verschil zien. En ik ben heel nieuwsgierig, want het moet dus nu 36 uur intrekken en dan kun je dus het resultaat zien, zeg maar. Voor de bakken maak ik dus wel gebruik van deze plantenspuit, want dat vind ik makkelijker met aanbrengen omdat het verticaal is. Dus de verticale stukken heb ik eigenlijk allemaal met de plantenspuit gedaan. En de grond, dat doe ik dan dus gewoon met... met de bezem. Dat beviel mij wel goed, vond ik wel praktisch. Zo, ik heb dus nu een deel van de schutting gedaan en dus die randen hier helemaal.
En dan ja, krijg je natuurlijk ook dat je een beetje op die kant komt. Dus ik ben wel benieuwd of je straks het verschil ziet, zeg maar. Tussen de grond, die ik dus niet heb gedaan, en de muurtjes. Want dat is aanzienlijk. Maar ik ben benieuwd. Het is inmiddels donderdagmiddag, begin van de middag. Dus het is ongeveer 28 uur verder ten opzichte, nee, iets minder. Ja, ietsjes minder. Nou, iets minder dan 28 uur verder dan wanneer ik het heb aangebracht op het terras. Dus ik ga zo naar buiten en dan laat ik je zien hoe het er nu uitziet. En misschien ziet het aan mijn lach. Ik ben best wel blij met het resultaat. Het is nog niet helemaal weg, maar ik ga het je nu even laten zien. Kijk, dit is toch een gigantisch verschil met hoe het was. Echt niet normaal. Dit was helemaal groen hier. En nou ja, daar zie je nog wel het kleurverschil met waar de zandbak heeft gestaan. Dus dat denk ik wel logisch. En hier is het ook veel minder, maar is het nog niet helemaal weg. En hier ook. Hier zie je nog wel iets, maar is ook echt al veel minder. En hier zie je het verschil. Die twee tegels heb ik dus niet gedaan. En deze wel, en daarachter ook. Nou, er is ook een slakkenbezoek geweest. Nee, en dit heb ik dus niet gedaan. Dus dit was hoe het was, zeg maar. En dan zie je ook daar die muurtjes. Dat is echt ook al veel beter dan dat het was. Dus dat heeft ook wel wat gedaan. Nou, dit heb ik dus niet gedaan, deze grond. Dat is ook duidelijk te zien. Hier kan ik het mos nu denk ik wel afschrapen. Nou ja, en ook daar de schutting is een stuk minder geworden al. Dus het heeft wel echt effect. Dus ja, al met al ben ik eigenlijk wel heel blij. Tot nu toe al met het resultaat. Dat is heel mooi. Je ziet dus wel duidelijk verschil tussen de grote tegels, zeg maar, hier van het terras en de kleine tegeltjes van de looppaden. Nu denk ik ook dat het komt doordat er verschil in de tegels zit en doordat die looppaden al echt veel groener waren dan het terras. En je ziet duidelijk verschil waar het in de zon is en waar het in de schaduw is, want in de zon gaat het gewoon echt sneller eraf. En zag ik ook eigenlijk gisteren rond de middag, toen het een beetje droog aan het worden was en de zon begon te schijnen, zag ik hiervoor op het terras dat dus echt heel erg in de zon ligt. Zag ik al direct dat het veel minder was. Dus ja, ik ben eigenlijk wel blij hiermee. En nou ja, ik ga dus nog lekker verder. Die andere kant doe ik ook nog. Maar dan ga ik even allemaal buiten beeld doen. Want anders wordt deze vlog heel lang met allemaal dezelfde beelden. Lijkt me niet zo heel boeiend. En dan laat ik je natuurlijk ook nog zien waar ik straks de autowasmiddel voor ga gebruiken. Oh, en dat is natuurlijk niet alles. Want ik ga ook nog wat plantjes kopen. En dan laat ik je uiteraard ook nog even zien hoe dat dan wordt. En daar ben ik ook wel heel benieuwd naar. Want ik heb dus al het een en ander verplaatst aan planten. En ja, ik ben wel heel blij met de voortgang die we hebben. En het zal niet helemaal klaar zijn aan het einde van de vlag. Maar goed, dat deel ik dan op een later moment wel een keer. Maar ik vind het wel leuk om hier lekker weer mee bezig te zijn, zo in het voorjaar. Hey, hoi, we zijn onderweg naar Noord-Deuningen. Ik ga op dit moment naar Oostrijk. Dat is een vrij groot tuincentrum hier in de buurt. En over het algemeen hebben ze daar de items voor een mooie prijs. Dus ik ga lekker even kijken of ik daar wat plantjes kan scoren. Ik ben hier nu denk ik twee keer eerder geweest en ik was opnieuw onder de indruk hoe ontzettend bizar groot het is. Ik heb hier alleen nog maar plantjes gekocht, maar ze hebben hier dus echt nog veel meer. Daar heb ik eigenlijk dus nog nooit naar gekeken. Maar ditmaal weer specifiek naar de buitenplanten. Ik ben goed geslaagd. Ik ben blij uiteindelijk. Het was wel eventjes zoeken. Ik ben ook goed geslaagd even nog met wat andere producten. Zeg maar voor de verzorging van het grasmest en dat soort dingen. Maar ook nog wat extra potgrond en mest voor in de tuin. Dus ik heb echt van alles wel gehaald. Dus ik was 175 euro verder. Maar nou ja, echt ook de achterpak dus goed gevuld, zeg maar. Helaas geen Rosanna, want dat is pas later in het seizoen te koop. Dus die heb ik niet gevonden. Maar misschien dat ik dat dan later nog doe. En dat ik nog wat gaatjes overhoud, zeg maar. Maar dan ga ik wel even kijken. Dan is het nu tijd om nog weer een aantal planten te verplaatsen. Ik heb hier een hortensia en die doet het hier niet goed in de schaduw. Dus die gaat even naar de zonkant van de tuin. En daarna ga ik dus de planten die ik heb gekocht erin zetten. Op deze plek specifiek komt de skimmia te staan. En ja, hier kun je zo meteen het resultaat zien. Let's go.
Om de tuin nog verder af te leuken heb ik nog een nieuw schilderijtje gekocht. Deze is helemaal verroest. Dat is natuurlijk van metaal. Deze kocht ik bij Action ooit, een paar jaar geleden. En inmiddels heb ik twee nieuwe gekocht. Deze zwarte. En die ga ik dus lekker even vervangen. En ook heb ik insectenhuisjes gekocht. En die hang ik ook lekker erop. Dat staat altijd al gezellig. En misschien wordt het deze keer ook wel bewoond dit jaar. Dat zou toch leuk zijn. Dan is het nu tijd om aan de slag te gaan met de auto- en bootshampoo van Hugum. Ik pak een teltje en daar doe ik een klein scheutje in. En dan lekker met warm water ga ik zo meteen aan de poets. Je kunt er natuurlijk de auto mee schoonmaken of een boot. Maar ook een ander voertuig zoals een camper of misschien wel je caravan of de vouwwagen in ons geval. Maar je kunt er ook heel goed tuinmeubilair mee schoonmaken. Of bijvoorbeeld je fiets. En dat is dus wat ik ga doen. Ons tuinmeubilair had ook echt wel eventjes een poetsbeurt nodig. Want dat heb ik echt al heel lang niet gedaan. Natuurlijk sowieso in de winter niet. Maar de onderzijde van het blad en ook de onderzijde en de achterzijde van de stoelen. Dat heb ik echt al heel lang niet gedaan. Vaak ga je natuurlijk dan alleen even de zitting en daar schoonmaken als je erop gaat zitten. Dus het is goed om dit nu in het voorjaar weer lekker even te poetsen. Zodat het weer helemaal fris en fruitig is voor een nieuw seizoen. Waarin we hopelijk heel veel lekker buiten kunnen zitten. Op ons fijne schone terrasje in onze tuin met mooie nieuwe plantjes. Dus lekker om hier even mee aan de slag te zijn. En helemaal top dat het natuurlijk nu zo lekker weer is. Want dat poetst natuurlijk nog extra fijn. Zoals je kunt zien was het dus echt onwijs vies, want dit is dus wat alleen van het meubilair afkomt. En dan is het nu de beurt aan de fiets, dus die ga ik ook even lekker poetsen. En daar kun je dit dus ook uitstekend van gebruiken. Ik merkte ook echt dat ik het fijn spul vond en het ruikt heel lekker, daar ben ik ook altijd wel blij mee. Het droogt alleen wel de handen behoorlijk uit, vind ik altijd, van die schoonmaakmiddelen. Dus vandaar dat ik wel de handschoenen even gebruik. Maar dat doe ik ook vaak wel als ik alles reiniger of iets gebruik. Dus dat is gewoon iets wat ik zelf wel prettig vind. Goedemorgen, het is weer een nieuwe dag en ik wil je heel graag het resultaat voor deze vlog laten zien van onze voorjaar schoonmaak en onze lenteproof maken van onze tuin. Dus ik ga zo naar buiten en dan neem ik je mee en laat ik je zien hoe het voor nu is gevallen. Het is dus nog niet helemaal af en ik denk dat ik in een latere vlog nog wel een keer een update daarin geef, want ik wil ook nog een keer een lekkere voorjaar schoonmaak gaan doen. Waarbij ik lekker de ramen ga zemen en gewoon nog wat meer lekkere poetsdingetjes ga doen. En daarbij is het dan denk ik ook wel leuk om nog te laten zien hoe de plantjes helemaal geworden zijn. Maar ik neem je nu mee naar buiten en dan kun je zien hoe het geworden is voor dit moment. Kijk, zo ziet het terras er nu uit met natuurlijk de heerlijke, fijne, schoongepoetste tuinmeubeltjes. En ik heb dus ook nog die leuke vlindertjes daar ginds opgehangen. En hier weer een beetje plantjes ingezet. Dit is ook nog echt super groen, dan wil ik nog kijken of ik dat ook schoon kan maken. Het is misschien nog wel leuk om een keer een video te doen, maar dat weet ik nog niet. Dat gaan we even zien. Vind je het leuk om dat te zien? Laat het even weten trouwens. Dan kan ik misschien voor en na de beelden delen in een vlag of zo. Als je het leuk vindt, laat het me maar even weten. En hier heb ik dus de hortensia's neergezet. De plantjes die ik gekocht heb. En daarachter staan nog die ik in het begin van de vlog heb uitgehaald. En nog de rozanne die we nog hadden. Want we hadden hier dus wat rozanne staan. En ik had begrepen dat je dat goed kunt verplaatsen. En dat het dan misschien weer meer aangaat. Dus dat het meer gaat doen. Dus dat zijn twee kleine plantjes. En hier tussen wil ik dus nog andere rozanne nog kopen. En dat komt hier dan dus nog tussen te staan. Dat is dus de bedoeling. En die bomen en dit hadden we natuurlijk al. Inmiddels is het dus anderhalve week verder ten opzichte van het knippen. En zie je dus dat dit alweer heel erg uitgelopen is. Dit is ook al echt wel veel beter geworden dan dat het was. Het is nog wel iets wat groen, maar die tegels die zijn ook niet helemaal effen, zeg maar. Dus die horen ook een beetje dat grijzige, groenige ondertoon te hebben. Hier moet ik nog een keer wat mee doen, maar dat komt op een later moment wel. En deze heb ik dus opgehangen. En daar zijn de huisjes. En dan hier ook nog deze. Dus dat vind ik wel leuk zo bij elkaar allemaal. En deze leukerts die hebben wij er ook staan. Die zijn ook een beetje aan het woekeren. Dus daar moet ik ook even nog wat mee. Dat doe ik ook op een later moment. En daar wil ik ook nog een klein beetje van verplaatsen weer. Naar deze kant hier tussen en daar. Want daar groeit het nog ietsjes minder. Daar hebben we ook destijds minder ingezet. Dus dat is op zich logisch. En deze moet ik gewoon snoeien. Want deze is echt super hoog. Dus dat komt ook nog.
Nou ja, en dan dit is natuurlijk echt wel een heel groot verschil met wat het was. De Rosanne die uit de andere bak kwam en nog wat van de grens heb ik hier neergezet. En daar heb ik dus nog wat gaatjes overgelaten. Want daar komt dus ook nog weer een nieuwe Rosanne bij tussen. En ik denk ook daarachter. Nou, hier heb ik ook nog de Skimmia neergezet die ik gekocht heb. En nou ja, die plantjes heb ik dus ook nog weer erbij gehaald. Vind ik ook wel leuk staan. En hier stond dus een hele grote heester en die staat nu aan de andere kant. Die laat ik zo zien. Dus, maar dit is ook echt wel mooi geworden, vind ik. Daar ben ik wel heel blij mee. Die rozanen lijken nu heel klein, maar het worden echt mega planten. Dat kan ik misschien in de zomer wel een keer laten zien als ze helemaal volgroeid zijn. Nou ja, en dan heb ik hier natuurlijk nog weer de groene aanslagreiniger toen opgedaan. Dat heb ik ook op de schutting gedaan. En nou, dat is ook echt al veel beter geworden. Dus daar ben ik heel blij mee. En hier zie je wel die randen in, maar dat komt gewoon door de overkapping. Dus dat, daar doe je niks aan. Maar daar ben ik wel echt super blij mee. Het is wel echt heel goed spul, dat groene aanslag reinigen. Nou ja, en dan het gras. Dat ziet er natuurlijk nu niet uit, maar dat heeft Michael gefetiketeerd. En weer ingezaaid. Dat kun je ook wel een beetje zien, hè. Dus dat is dat. Nou, die heb ik niet gedaan. Heel duidelijk te zien. Dat ga ik ook nog op een later moment doen. Na deze vlog. Nou ja, en die muurtjes, dat is gewoon echt top. Dat is helemaal mooi geworden. Ik ben heel blij mee. Nou ja, en dan is dit de andere bak. Deze heb ik natuurlijk ook nieuw gehaald. Dit is de heester. Hier stond het boompje. Die is nou naar mijn ouders. Hopelijk gaat hij daar goed doen. Hier 3 kleine skimmia's bij elkaar. En daar wat grotere. Helemaal leuk. Nou, dit stond al zo. Dat is dus ook zo gebleven. En hier nou ja, ook weer die nieuwe plantjes die ik gekocht heb. En daarachter komt dan dus ook nog weer Rosanne tussen. Ik denk hier, daar en daar misschien. Of alleen daar 2. Moet ik even kijken. Maar dat moet ik dus op een later moment nog kopen. Ja, en die schutting is ook wel echt een heel stuk beter geworden. Dus ja, ik ben echt ontzettend blij met het resultaat. En ik ben ook echt positief over de producten die ik heb mogen proberen van Hugum. Dus ik wil bij deze graag Hugum heel hartelijk danken voor deze samenwerking. Ik vond het heel erg tof om dit te mogen uitproberen en aan jou als kijker te mogen laten zien. En nou ja, mocht je wat meer willen weten over een merk of een product zelf willen bestellen, ik zal even de linkjes hieronder in de beschrijving zetten. En dan wil ik je heel graag heel hartelijk danken voor het kijken van deze vlog. Ik hoop dat je hem leuk vond. Was het zo, doe even een duimpje omhoog. Dat zou ik heel erg tof vinden. En daarmee help je me ook enorm. En ik ben wel heel benieuwd nou ja, wat jij van het resultaat vindt. En nou ja, ook de plantjes die ik heb gekozen. Nou ja, voor wat betreft de groene aanslagreiniger. Of jij dat zelf ook gebruikt. Ik ben wel heel benieuwd of anderen dat ook doen. En nou ja, hoe ze dat dan toepassen. Dus laat het vooral even weten. En dan zie ik je heel graag in de volgende video opnieuw op mijn kanaal. Hoi hoi!